Na de ronde om 8 uur bekijken we de gehospitaliseerde patiënten. Jullie gaan de dieren halen uit de hospi en laten de honden bij voorkeur eerst buiten. Anders kunnen er ongelukjes op de gang gebeuren. Vervolgens brengen jullie ook de fiche mee naar de consultatie op orthopedie en doen jullie een algemeen klinisch onderzoek. Dan denken we samen na over de fiche en schrijven we op welke medicatie de dieren dienen te krijgen en of ze eventueel naar huis kunnen. De fiche blijft daarbij altijd bij de patiënt. Op maandag en woensdag doen we voornamelijk controlebezoeken. Op dinsdag, donderdag en vrijdag doen we eerder nieuwe mankers en nieuwe mankonderzoeken. Simultaan lopen dan ook steeds de operaties, waarbij we proberen te zorgen dat er steeds een student ook kan meevolgen. En ook de fysio verloopt doorheen de hele dag. Hierbij mag er telkens 1 student van orthopedie een hele dag meevolgen op fysio. Probeer dan ook aan het begin van de week een regeling te treffen onderling wie welke dag meevolgt op fysio.